Voor die heerlijke quiche begin ik met het deeg. Bloem even afwegen, een beetje zout, harde boter. En die wrijf je door de bloem tot je een mooi kruimeldeeg hebt. Geraspt de parmezaan erdoor en een eitje. En nu kneden tot je een mooi soepel deeg krijgt. Als het te plakkerig of te droog is, kan je altijd een beetje bloem of water bijvoegen. En die gaat in de plastic folie in de koelkast. Minimaal een half uurtje om even te rusten. En dan voor de vulling het spek in reepjes snijden. Even zachtjes uitpakken in een klein beetje boter. En dat hoeft maar een paar minuutjes. Mag niet kleuren. En die kan even afkoelen. Voor de vulling de eitjes even loskloppen. De room erbij. En vers gemalen peper. En het gaat het beste met een vork, je hoeft er geen lucht in te kloppen. Het uitgebakken spek erdoor en een beetje van de geraspte gruyère. Dit nog even goed mengen en de vulling is klaar. En de kiesvorm even beboteren en een beetje bloemen. En ik ga het deeg uitrollen. Beetje bloem op je werkblad. En je rolt er een mooie gelijkmatige dunne plak deeg uit. Dit is een mooie truc om hem te bekleden. Even oprollen en afrollen. Beetje bijsnijden en dan de randjes goed aandrukken. En de vulling kan erin. Even het spek mooi verdelen. Beetje kaas erover. En die gaat een half uurtje in de oven. Eerste 20 minuten op 200 en de laatste 10 op 180 graden. En hij is nu mooi goudbruin en ruikt heerlijk. Een prachtige quiche Lorraine.